Bij de eenparige beweging is de snelheid constant. We gaan nu kijken naar bewegingen waarbij de snelheid niet constant is. Dan is er sprake van versnelling. De eerste vraag is dan ook, wat is versnelling? Om dat te onderzoeken, kijken we eerst even naar het volgende. Als je sneller gaat, dan versnel je. Maar versnelling gaat niet alleen om snelheidsverandering, nee, het gaat om snelheidsverandering per seconde. Dus bij de motorrijder moet je je afvragen, hoe groot is de toename in 1 seconde geweest? We gaan nog een keer naar de motorrijder kijken. Maar niet alleen kijken, je moet ook wat doen. Je moet de tijd opnemen die de motorrijder ook doet, om van 20 km per uur naar 260 km per uur te gaan. Dus pak een stopwatch en als je die niet hebt, misschien dat er een op je smartphone zit en ga aan de slag. Druk eerst even op pauze om de stopwatch te pakken. We gaan je meting verwerken. Starten met opschrijven van de gegevens. Eerst de beginsnelheid. Die is bekend, die is 20 km per uur. Net als de eindsnelheid overigens, die is 260 km per uur. Ik heb gemeten dat de tijdsduur 21 seconden is. Maar dit kan natuurlijk bij jou anders zijn. Let overigens op dat er staat delta t en niet t. Delta t, want het gaat om een tijdsverandering. Versnelling was de snelheidsverandering per seconde. Hoe groot is hier de snelheidsverandering? Wel, als je begint met 20 en eindigt met 260, dan heb je een snelheidsverandering van 240 km per uur. Zie je dat hier ook weer delta v staat in plaats van v, want we hebben nu te maken niet met snelheid, maar met snelheidsverandering. Vandaar de delta ervoor. Wat nu verder? Nou, snelheid moet eigenlijk altijd in meters per seconde. Dus ga 240 km per uur omrekenen naar meter per seconde. Doe dit eerst zelf, oftewel druk op pauze. 240 deel door 3,6 geeft 67. Dus 240 km per uur is hetzelfde als 67 meter per seconde. Maar het ging ons niet om snelheidsverandering, maar het ging ons snelheidsverandering per seconde. Je moet dus de snelheidstoename delen door het aantal seconden en dan heb je de snelheidstoename per seconde. En die snelheidstoename, dat noemen we versnelling. Net als bij alle andere natuurkundige grootheden, heeft versnelling ook een eigen symbool. Dat is de kleine letter A van acceleration. Versnelling bereken je door snelheidstoename te delen door de tijd die dit kost. Dus de formule wordt delta V gedeeld door delta T. Wat wordt nu de eenheid? Als je naar de formule kijkt, dan wordt de eenheid, precies, als je dat invult, krijg je meter per seconde, per seconde. 2 keer per seconde dus. Dat betekent dat de eindeenheid wordt meter per seconde in kwadraat. Een laatste opmerking nog is dat de versnelling hier natuurlijk niet de hele tijd gelijk is geweest. De snelheid ging niet gelijkmatig omhoog. Een beweging waarbij de versnelling wel iedere keer constant is, noemen we een eenparig versnelde beweging. Dus dan gaat de snelheid wel iedere keer gelijkmatig omhoog.
We doen even een voorbeeld. Natuurlijk moet je eerst weer zelf proberen om het voor elkaar te krijgen. Dus klik eerst weer even op pauze. Je start met het tekenen van een assenstelsel. Zoals afgesproken komt horizontaal de tijd en verticaal in dit geval de snelheid. Het eerste meetpunt is ook al ingetekend, want in het begin is de snelheid 0. Iedere seconde neemt de snelheid met 2 toe. Immers, de versnelling is 2 meter per seconde kwadraat. Let goed op wat er gebeurt. Ik hou me even stil. Je ziet een keurige rechte lijn door de oorsprong. We kijken nog even naar het VT-diagram. De versnelling is delta V gedeeld door delta T. En als je in het VT-diagram kijkt, is dat de overstaande zijde gedeeld door de aanliggende zijde van de driehoek die gevormd wordt door de grafiek. Oftewel, de versnelling is gelijk aan de steilheid van het VT-diagram. Dit hebben we eerder gezien, namelijk bij het XT-diagram. Daar was de steilheid gelijk aan de juist snelheid. Wat voor een VT-diagram is dit? Eerst weer zelf even nadenken. Dus pauze. De snelheid neemt af. Dus geen versnelling, maar vertraging. Hoe groot is die? Nou, eerst de formule delta V gedeeld delta T. De snelheidsverandering hier is nu negatief. Want als je eind min begin doet, dan wordt het dus eindsnelheid 0, beginsnelheid 16 is min 16. Tijdsduur is altijd positief, die blijft gewoon 8. Oftewel, de versnelling hier is min 2 meter per seconde in kwadraat. Conclusie is dan dat mijn vertraging a een negatief getal is. Het symbool blijft er gelijk. Vertraging of versnelling, het is altijd de kleine letter a. Nog een voorbeeld. Dit is wel een heel vreemd VT-diagram. Wat voor een beweging hoort hierbij? Eerst weer even op pauze. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Je gaat het stukje voor stukje bekijken. Dus eerst van 0 tot 2 seconden. In die tijd neemt de snelheid toe van 0 tot 8 meter per seconde. Dus de versnelling is hier 4 meter per seconde in kwadraat. Daarna, van 2 tot 4, blijft de snelheid 8 meter per seconde. Geen snelheidsverandering, dus de versnelling is 0. Hierna neemt de snelheid af, van 8 tot 4. Dus een vertraging, oftewel a is negatief. Hier, min 2 meter per seconde kwadraat. Ten slotte, het laatste stukje blijft de snelheid weer constant en dus is de versnelling hier weer 0. Een andere vraag is, met deze vreemde beweging, hoe groot is de verplaatsing geweest? Ook hier, pauze. Ook dit lijkt moeilijker dan het is, want als je een VT-diagram hebt, wat is dan de verplaatsing? Die is gelijk aan het oppervlak onder het VT-diagram. Verdeel de figuur in rechthoekjes en driehoekjes en breek daarna het oppervlak van eerst het meest linker driehoekje, dat is 8, daarna het rechthoekje ernaast, 16, het kleine driehoekje rechtsboven, 4, en tenslotte het grotere rechthoekje rechtsonder
24. Alles opgeteld krijg je 52. Dus de totale verplaatsing is 52 meter. En dit kan ook bij andere VT-diagrammen, hoe vreemd ze er ook uitzien. Maar ja, het oppervlak eronder, hoe kun je dat nu? Nou, berekenen doe je het niet, maar er staat ook bepaalde verplaatsing. En bepalen kan wel, want dat is een kwestie van hokjes stellen. Het lijkt moeilijker dan het is. Je gaat gewoon per kolom bekijken hoeveel hokjes er zijn. Je schuift wat hokjes bij elkaar en dan zie je dat het er 6 zijn. Net zoals bij de tweede kolom, dat zijn er 10. En zo ga je door. Iedere kolom ga je bepalen hoeveel hokjes erbij staan. Alles opgeteld kom je op 80,5 hokje. Dus de totale afgelegde weg is 80,5 meter. Belangrijk is dat je het volgende onthoudt. Onthouden? Prima. Je moet nu het antwoord kunnen geven op onderstaande vragen. Neem ze over en zorg ervoor dat je de antwoorden tijdens de volgende les in je schrift hebt staan. Ik reken erop.